Ik kom de berg niet eens eens op. Kut auto. Great car you got there, guys. Ah, je stikt toch met je fucking Mini. Die voor mij was tenminste vroeger zeldzaam. Vroeger. Toen GTA net uitkwam. Nee, voor de business update. De business update veranderde de wereld. En alles veranderde toen de business update aanviel. Je stomme fucking fietsers met jullie geen helm op hebben. Ik moet nog 3 kilometer. Kut, mijn auto heeft het Mark-syndroom. Stomme mensen die gaan lopen op de berg. Zoals je noemt men hikers. Of wandelaars. Kijk, ze laat die mensen. Fuck hun. Ga maar ergens anders lopen, maar niet op de weg. Je moet niet je frustratie op onschuldige mensjes uitoefenen, guys. Dat is niet goed, hè. Als ik zo meteen nog iemand zie, dan ga ik hem ook weer aanrijden, hoor. Oh god. Maar vooral mensen maar... met een rugzak op. En die is dood. Hoeveel moet je nog, Jeffy? 0,20. 2,60. Waar ging het mis? 10. Oh nee, berg. Ik ben bijna mijn deuren kwijt. Ik ben hem, maar ik denk niet dat ze op de pier staan, of wel? Onder de pier staan ze. Ja, dat vermoeden had ik al. Even gewoon iets, hè. Het staat op hard. Ja, ik kijk wel uit daar. Oké, nee, is goed. Je weet zeg maar wel dat we 1 crew live hebben. Ja. Nee, dan is het goed. Denk je dat ik die ga wasten? Ja. Pak jou. Ben gewoon even eerlijk, hè? Nou, oké. Okay. ik weet altijd hoe het gaat met jij in deathmatches, dus... Dat gaat goed, jongen. Dat gaat helemaal niet goed. Twijfel niet aan mijn fucking deathmatch kunsten. Ja? Oké, nee, is goed, joh. Okay, heb jij eigenlijk wel een armor gekocht? Kan ik niet. Kijk, die kan ik dus al. Ik kan nog geen armor. But YOLO, ik ben er. Succes. Ik kan een hide in de corner. Kalabunga! Oh man, dit gaat zo fout. Nou. Dit was heel mooi geparkeerd, deze auto. Oh. In het slechtste geval ben ik al bijna mijn auto's op de kwijt. Zo, even netjes draaien. Nee! Ik heb een nekschot gekregen. Wat was er ook alweer, Jeffrey? Helemaal niks. Je had dit onder controle? Je ging geen crew life verspillen? Ja. Oké, nee, dan is het goed, want je kon ook dat even was... wachten. Het was dus eerst in instantie mijn bedoeling, ja. Of je had gewoon even gewacht. Oh. Want 2 is beter dan 1. Stop, meneer. Ik neem uw auto in. Ik ben een agent. Undercover. Als een blanke chick. Als je zometeen weer dood bent, hè, dan ga ik echt huilen en janken. Vooral omdat je nog helemaal gewoon in je eentje staat. Wat ben jij een slecht agent, zeg. Je moet me helpen. We zijn een duo. Denk je dat mij dat wat interesseert? Je gaat zo meteen toch weer dood. Nou ja, er is nog 1 vijand open. Ja, en dan vergeet je dat je helemaal terug moet gaan rijden. Oh, nice. En de mensen nog op jou gaan jagen. Het is Jeff. Oh, kut. I need to get the fuck out of here. Oh, ik had zo gaan lachen als er stond Jeffke has died. Het kan nog wel gebeuren, oké? Klopt, ik kan ook nog een molotov op die auto gaan gooien. Doe maar niet. Niet? Nee. Waarom niet? Dat is niet leuk. Mijn auto. Goed Engels. Yes, dat is niet my leuk. My compadre. Jees, ben je er nou al bijna? Ja, ik ben er al bijna. Fuck jou. Ik heb tenminste niet een crew life verspeeld. Fuck jou dan. Ik probeer het tenminste alleen, ja. Ik kon ook gewoon wachten, zeg. Kan ik niet. Kan ik niet, is er niet. Laat een bericht achter na de... Hey, ik heb weer iemand doodgemaakt. Fuck, heb ik dat gedaan?
Yeah. Dan krijg je gewoon iemand aan tegen zijn hoofd. Je hoort het ook alleen bij jou. Tuk, 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 tuk. We have it? Volgens mij wel. Nice. Oké, stap in. Waarom? Dan hebben we een gepantserde auto meer. Stap in, hartstikke idee. Gaan we. Het is heel belangrijk. Dat we netjes over de weg gaan? Nee. Dat we een goede koffer hebben. Oh man, dit gaat zo fout, hè. Kunnen we gewoon niet een vliegtuig of zo gaan stelen? Gewoon even een idee, hè. Wat? Als we nou vliegtuig eens een vliegtuig stelen? Of zijn we al eigenlijk zo dicht bij onze waypoint? Ik zal eens eventjes voor je kijken. We zijn dichtbij. Oké. Okay. Oh shit. Ik heb zo'n idee dat er zo meteen rode stipjes aankomen. Het is te stil. It's too quiet out here. Nou, eigenlijk wel, hè. At least we got this going. Ah, fire! Hoe was die waar? Fijn. Oh shit, rode stipjes. Zo, wacht even. Ik zie nergens rode stipjes. Oeh. Guys. Oeh. Nooit meer doen. Ik heb één keer gezien hoe dat afleep met Mark. Het was zo dichtbij. Hè? Mark heeft het eens een keer geprobeerd met een jerrycan achter zijn wagen te schieten en dan met het vonkje uit de uitlaat te proberen te ontsteken. Ja, dat kan. Ja, toen was het dus alle ontploft. Oh, nice. Hier, we zijn bij Gerald. Hier, stap bij, het leven moet af. Dan is Gerald ook weer vrolijk. Oh yeah. Dan komt hij er weer aan. Hey Gerald. Je vangen man. Yeah. Nice. En het was het weer. Dit bedoel ik dus weer. Nou hier, Gerald. We hebben bijna heel de wereld rondgereden. En dan krijgen we dit. Bedankt. Nou is heel wat scherm weer geglitcht. Nee toch. Nou, het niet. Scherm glitcht hem wel oh, bij mij. Oh yeah, level up! Tenminste, dat die stats level dingen is geglitcht. Like. Yeah. Zo blij. Kijk dat! Ik heb gewoon 8 kills. Zullen we graveyard shift doen? Oh, wacht even. Welke? Sure. Jij wil een deathmatch doen, gaan we een deathmatch doen. Dat is een race. Waar gaan we een race doen? Ik dacht een deathmatch. Lijkt me veel logischer, maar... We zijn dat best lang aan het opnemen. Hm? We zijn dat best lang aan het opnemen. Uurtje. Uur en 10 minuten. Oké, een uur en 10 minuten. Jeez. Dus de mensen van, wat, zo lang? Yeah. Zullen we een GTA-race gewoon gaan doen? Kan. Team GTA-race. Kan dat aan? Doe ze 1 lap minder. Ja, dat is wel een mooie. Confirm. Waarom off-road? Vond ik leuk. Ik ben hier echt een band van gemaakt in deze laatste race. En het zit echt... Waarom heb ik preferred partner, Jeffrey? Preferred role driver? Oh, wat? Je kan... Oh, man, we gaan in teams racen. Eén iemand die schiet en andere die... moet zeg maar... Ja, verdedigen. Yep. Ik ga gewoon voor Annie en ik mijn voorkeur gaat voor driver uit. Ik heb jeuk aan mijn neus en daarom wrijf ik het aan. Ah.
Custom vehicle, set one want level on, traffic on, weather rainy, time of day, morning. Slipstream off. Ah, heerlijk. Als de mensen dus join, Jesus. Dus moet ik straks nog gewoon teams off zetten. Zet hem off. Nee, niet de job quitten, gewoon off. En we zitten op de Killing Games te wachten tot hij eenmaal joint. De joinbaan. 2 woorden, 9 letters, duurt lang. Auto invite, een dingetje. Matchmaking, open, extend time. Iemand, nee. Ah, dan is hij er en gaat hij weg. Nice, goed bezig, Killing Games. Nee, ah, niemand geïnteresseerd. Kategorisatie, fuck jullie. Nadat ik iedereen heb uit mijn vriendenlijst heb verwijderd, wil het in één keer niemand meer meedoen. Iedereen is zo'n flauw poepert. Nodigen we mensen uit? Willen ze niet meedoen? Tja. Oh man, kijk deze mooie auto's dan toch eens. God damn. Wat is dit? Oh, een Bifta. Ik ga alleen voor de Bifta. Waarom lach jij zo eng? Wat ik heb voor auto is echt te erg. Ik heb heel eerlijk de Dubstar genomen. Gijs. Ja. Het is geen light armor, hè? Het is super light armor. Dat is goedkoper. Kijk wat voor auto ik heb. We letten op de kijk wat voor auto ik heb. Waarom heb jij die? Waarom loopt er een zwerver buiten? Hé, hey, er ligt een gitaar achterin. Wat? Waarom ligt er een gitaar achter? Kijk bij mij, er ligt een gitaar achter. Dat zie ik niet. Oh, wacht! Oh, GTA, laat maar. Oh man, hij heeft raketten. Is dit nou een soort Mario Kart geworden? Een soort van. Indirect. Oh, deze maar waar. Maar die auto voor mij. Ah, sukkel! Oh shit. Ik heb rockets gepakt. Oh! Mijn auto kan raketten schieten, wat? Ja, ik wil dus eerder de nitro boost. Oké, die power-ups zijn best wel droog. Fucking auto. Jongens, wat zijn jullie graag, zeg. Ik zie me hier een beetje te vervelen voorin. Zo eerste plaats en zo. Jeffrey! Hoe schiet je dan eigenlijk die rocket? Oh. Linker joystick, linker drukken. Oh, ik rijd te ver. Oh! Deze auto rijdt zo kut. Oh! Die kan je rockets ook naar achter schieten. Trouwens, ik dacht ik meld het even. Nice. Oh yeah, komen er weer twee. Oh, hoe? Mits. Waar? Nou, dit is een beetje heel gay. Het is een beetje heel erg gay. Er ligt een spijkermat. Ja, er ligt een spijkermat trouwens. Jeffy, dus be prepared. Kan ik ze beide? Nee, alleen maar de Night. Kamehameha! Oh damn, nee. Oh. What the fuck, guys? Kamehameha? Sst, hou je mond toch? Je zit ook niks te zeggen, dus fuck you. Zelfs een dode zombie zegt nog meer dan jou. Brain. Ik zit hier gewoon gezellig verhaal te vertellen, durf eens van. Hier, jongen, boom! Kijk, ik heb nu al gewoon gewonnen. Terwijl jij in volle concentratie niks zegt, win ik terwijl ik bullshit zit te vertellen over. Maar jij vertelt altijd bullshit. Dat maakt niet uit.
Ik probeer een gesprek aan te gaan. Oh, 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 de boom! De boom probeerde bij mij ook een gesprek aan te gaan. En nou heb ik gewonnen. Dus ik ben tweede jongen, boom! Dit was best wel teleurstellend. Mm-hmm. Ach, het kan erger. Je bent bijna 20 seconden na mij over de finish. Gijs, het kan erger. Nou. Die andere race die wij hebben gedaan, die was veel erger. Welke? Die Callahan Raceway. Waar wij achteruit gingen rijden. Nee, nee. Ik mis hier even iets. Die op de tractors? Nee. Die ene die jij zo mooi vond driften. Oh nee, niet die. Ja. Nou, wat gaan we doen? Ik denk een einde eraan maken. Is goed. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vrienden te abonneren en al die dingetjes, superleuk. En wij zien jullie later. Houdoe! Game over. Round 1. Fight. Get ready for the next battle.